is zo mooi om bij de Odoo te werken, omdat we een grote diversiteit aan medewerkers hebben, van uitvoerder tot denkers, van informatiemakelaar tot informatieanalist. Je werkt met z'n allen naar, naar hetzelfde resultaat toe. En dat is uiteindelijk voor de gemeentes om een goed product neer te zetten. De toezichthouders die in de buitenwereld, in die omgeving, het verschil maken. Geen enkele dag is eigenlijk hetzelfde. De ene dag ben je op kantoor, de andere dag ben je gewoon bij bedrijven op bezoek. Je gaat bij ons naar buiten als je van tevoren, als wij met elkaar van tevoren goed nagedacht hebben, wat zijn de doelen buiten en welke resultaten willen we halen. De afdeling is een heel fijne werkplek, omdat er een enorme mix is aan mensen. We hebben een hele mix aan leeftijd, we hebben een mix aan ervaring. Regelmatig hebben we een afdelingsuitje. Gaan we met z'n allen drinken, wat eten. We hebben ook een hele leuke personeelsvereniging. Onze nieuwe collega's gaan zich inzetten om de beweging die wij als afdeling aan het maken zijn, van output gestuurd naar outcome gestuurd, die gaat dat helpen vormgeven. Onze nieuwe medewerkers worden vooral ingezet op het uitvoerende werk. Als eerst probeer ik gewoon te adviseren. Een beetje ervoor zorgen dat de milieuwetgeving ook tussen de oren van het bedrijf zit. En als boa zijnde, dan ga je eigenlijk meer als strafrecht ga je handhaven. De personen die we zoeken zijn vooral resultaatgerichte mensen die omgevingsbewust zijn en daar het verschil maken. We hebben kennis en ervaring. Ze kunnen een vraagbaak zijn voor de wat jongere, nieuwere mensen in de organisatie. Zijn collegiaal, zijn aanpakkers, zitten niet te wachten, maar komen zelf met oplossingen en ideeën. Wij zoeken personen die het leuk vinden om in een groep te werken. Open personen die gewoon eerlijk zijn, oprecht zijn en die ook gewoon tegen humor kunnen.